In een wereld waar niets is wat het lijkt, is Ace It er toch om de wereld te redden. Gisteren had ik dus een livestream en ik dacht van holy shit, die livestream gaat fucking episch worden. Ik had giveaways voorbereid, challenges, games, Q&A. Ik had allemaal fucking epische dingen voorbereid. Ik was 20 minuten aan het livestreamen en ik ben gedidos. Ik heb alles kunnen heropstarten en ik ben teruggekomen. Dan heb ik 70 seconden kunnen livestreamen. Ben ik er weer van gesmeten. Dan heb ik er een uur over gedaan om alles erop te starten. Ben ik nog een keer teruggekomen. Dan heb ik 3 minuten kunnen livestreamen. Maar Ace It heeft niet op. Ik ga blijven gaan en ik ga blijven livestreamen. Ik ga meer livestreamen. Ik ga fucking epische dingen doen. Dus jongens, let's begin the video. Let's go. Vandaag een nieuwe live cut commentary op Beer in de Big Blue House. Vandaag gaan we dit spel spelen omdat ik dacht van holy shit, ja, het spel is gewoon nostalgie. Fuck die shit, we spelen gewoon Advanced Warfare. En ja, ik ga vandaag praten over die fucking DDoS. En over hoe de livestream getrashed is en hoe alles naar de kloten is gegaan. Jongens, ik zou zeggen, enjoy de video. En als je hem niet enjoyt, ja nee, dan niet hè. Dus zoals ik al eerder had gezegd, gisteren was ik aan het livestreamen. En fucking hell, die bril werkt niet om beter te gamen, what the fuck. Dus gisteren was ik live op Twitch en toen ik de stream aanstopte, waren er al 200 mensen aan het kijken. Dat is echt wel aardig veel als je dat voorstelt in een zaal. Dan is 200 man echt wel nog veel. Echt, eigenlijk is dat zelf fucking veel. En ik was helemaal klaar. Ik had er echt zin in om voor die 200 mensen. Waarschijnlijk gingen er wel nog bij komen. Maar ik had echt zin om voor die 200 mensen een avondje te livestreamen. Maar dan is er natuurlijk altijd één, ja, klootzak bij die de avond verpest voor iedereen. Toen dacht waarschijnlijk, hé ja, ik ga even de funny guy zijn. Ik ga die stream DDoS'en. Ik ga Nathan zijn internet de hele avond platleggen. Echt de fucking randdebiel. Echt, als ik die tegenkom in het echt, ik stamp zijn longen eruit. Ik vermorzel zijn gezicht helemaal. Kan je gewoon niet inbeelden hoe frustrerend dat het is als je zoveel shit voorbereidt, dat het dan allemaal geneukt wordt door één persoon, fucking te veel tijd heeft, en die denkt van ik ga even de stream fucking bombarderen. Ik ging dus een giveaway doen. Ik ging 3 giveaways doen en één van die giveaways heb ik kunnen doen. Dat was de giveaway van deze geweldige Samson en Hert CD. Geweldige CD-ROM, echt. Mijn jeugd staat hierop. De tweede giveaway was dan deze Beer in the Big Blue House game van de PlayStation 1. Ik denk dat een van mijn allereerste spellen was op de PlayStation 1. En de hoofdprijs was deze Oakley snowboard bril, waar er eigenlijk niks aan is met een paar crashes in het ding zelf. Maar dit was dus de hoofdprijs. En ik denk dat dat wel fucking episch geweest zou zijn als we daar konden geraken. Maar ik ben niet verder geraakt dan de CD-ROM van Samson de Hert, dus ja, hola die. En dan tussen de giveaways in ging ik gewoon GTA 5 spelen. Ging ik Advanced Warfare met jullie. Oh, what the fuck? En tussen de giveaways ging ik dan gewoon Advanced. What the fuck? En dan tussen de giveaways ging ik gewoon Advanced Warfare met jullie spelen. GTA en allemaal andere leuke shit. Maar ja, dat is dus allemaal niet doorgegaan omdat die ene rotzak het allemaal heeft verpest. En alsof dat nog niet genoeg was, had ik toen ik stopte met de giveaway, toen ik stopte met de livestream, zeg maar alles moest stoppen omdat ik geen internet meer had, heb ik hier nog 4 uur gezeten zonder internet. Dus ik heb gewoon een paar dvd's genomen en ik heb naar een film gekeken. Ik was echt kwaad. Ik vond het zo erg. Want ik zei dan tegen jullie van ja, kom kijken, Twitch zo laat. Dan zijn er waarschijnlijk mensen die zeggen van ja, we gaan een avondje naar de livestream kijken. Mensen die echt ernaar uitkijken en die echt al een uur op voorhand Twitch aanzetten om te kijken en te wachten tot ik kom. En dan kom ik online en dan word ik gewoon neergedidost. Ik vond het echt niet chill. Ik was echt kwaad op mezelf. Ik dacht van holy shit, hoe kan dat nu gebeuren? Het was lang geleden dat ik zo kwaad was geweest op mezelf. Het was echt fucking erg. Het was dezelfde DDoS'er als de vorige keer. Hij heeft exact hetzelfde aantal gigabytes geüpload op mijn internet. Het was weer al 250 gigabyte in 10 seconden. En ja, dan crasht mijn internet gewoon omdat het te veel is. En dat is gewoon echt fucked up. Dat is gewoon, ja, dat is gewoon fucking niet nice. Maar zoals ik tegen vele kinderen en andere mensen die ook aan het kijken waren naar de livestream erna had gezegd, ik ga het sowieso nog goed maken met veel andere livestreams, met betere giveaways en al die shit. Ik beloof het jullie, er komen echt nog dingen waar jullie naar gaan uit kunnen kijken. En als ik de DDoS'er tegenkom op straat, dat film...
Fucking kutspel! Fucking kut kleren tyfusspel. En als ik die DDoS er tegenkom in real life, dan neem ik gewoon mijn camera of mijn telefoon en film ik hoe ik hem keihard in elkaar sla. En dan gewoon met graffiti of zo op zijn rug grote letters ijzit schrijft. Dus jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Vonden jullie het nu leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Ik zie jullie morgen bij een nieuwe video. En ik kan jullie zeggen, die video is echt geniaal. Ik heb die te droge edit. Die heb ik hiervoor opgenomen. Ik zeg bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je deze video nu leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Ik ben ijzit en ik zeg adios. Bitches, got you.